Bomen, gras, lounge-stoelen en zelfs de mogelijkheid om te fietsen en buiten te zitten. Het is er allemaal in het nieuwe Airport Park. Vandaag werd het park officieel geopend door prinses Irene. Dan is bij deze, dames en heren, Schiphol Airport Park officieel geopend. Het is veel groter dan ik dacht. Het is heel ludiek, het is heel groen. Het heeft ontzettend veel verrassende plekjes met vlinders, met bubbeltjes, met echte planten. En die hele mooie, prachtige oude boom natuurlijk, die anders weg zou zijn geweest en die wordt nu gebruikt. Dus dat is echt ook heel mooi. Ja. Het Airport Park is het eerste stadspark op een luchthaven ter wereld. Passagiers kunnen achter de paspoortcontrole de hectiek van Schiphol achter zich laten en hier volledig tot rust komen. De opening werd gevierd met een picknick en special guest Alan Clark zorgde met zijn gitaar voor het ultieme zomergevoel. Het ziet er heel mooi uit en gezellig. Ik ben benieuwd hoe het is als we straks echt reizigers hier ook zitten of zo. Weet je, dat is dan toch anders. Maar nee, het is wel gezellig. Ik denk de leukste plek op Schiphol om te wachten lijkt me in ieder geval. Nou is het park bedoeld voor mensen om lekker te ontspannen en lukt dat een beetje? Ik zie er zeer ontspannen uit, denk ik. Bij mij helemaal. Je ziet het in het zonnetje. Wat wil je nog meer? Bij de aanleg van het park is aan alles gedacht. Zo is de technologie en de verlichting duurzaam, is er biologisch eten te verkrijgen en zijn er natuurlijke geuren en geluiden. Ik voel me echt hier een beetje als in het Vondelpark. Beetje relaxed, paraden gevoel, lekker lunchen, lekker met elkaar kletsen. Maakt ook makkelijk contact onderling. Ja, helemaal leuk. Het park is toch voor elementen van rust in een drukke, hectische, dynamische omgeving. Nou, als het ergens druk en hectisch is voor de meeste mensen, voor onze klanten, voor onze passagiers, is het wel zo'n luchthaven. Als ze tijd hebben, heb je daar gewoon de mogelijkheid om wat rust te nemen, wat te doen, te lezen, wat rond te kijken, misschien wat reflectie. Dus het past best. Dus hoe meer dit soort grote bedrijven het voorbeeld kunnen zijn voor andere bedrijven in de wereld. En misschien wordt het wel het duurzame vliegveld van de hele wereld. Het zou echt heel mooi zijn. Het Airport Park vindt u achter de paspoortcontrole in Lounge 1 op de tweede verdieping.